Jongens, ik heb een stukje van de clip. Koen, foto. Maar ja, dat is zo jongens. Ella en ik die hebben een relatie. Yo mensen, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Ja jongens, wat een intro hè. Oh, wat een droneshot. Het is ook echt niet normaal goed. Nee, ik moet echt even beter leren vliegen met een drone. Kijk, ik kan drone vliegen, maar het ziet er nog niet helemaal smooth uit en helemaal perfect. Dus dat moet beter. En kijk eens eventjes wie daar staat. In dat grijze autootje zit Ruben, want... Wat gaat hij nou doen? Wat doet hij nou? Jeetje, stond hij weer verkeerd. Hij stond verkeerd. Nee, maar mijn oma die komt vandaag aan. En dat is de auto van mijn oma. En mijn oma die woont altijd in Spanje met, in de winter. En eigenlijk, ja, eigenlijk bijna het hele jaar woont ze in Spanje. En dat is heel chill voor Ruud, want Ruud kan dan de auto van mijn oma gebruiken. Maar vandaag komt mijn oma weer aan. Dus Ruud gaat eventjes de auto wassen en helemaal schoonmaken. En dan gaan we zo richting Schiphol om mijn oma op te halen. Yay. En daarna gaan we gezellig lunchen. Dus dat is helemaal gezellig en leuk. En vanavond heb ik een wedstrijd met Creators FC in Breda. In het stadion van NAC. NAC Breda. Dus dat wordt ook heel erg leuk. Ik heb heel veel zin om weer even lekker te voetballen. Dus het wordt een leuke dag vandaag, jongens. We zijn in Purmerend. En kijk eens wie er terug is. Oma. Oma, dan kom je uit Spanje en kom je uit Spanje en dan heb je gelijk hier regen en, ja, en slechte honden weer. Ja, jongen. Doet de paraplu het ook nog niet eens? Komt-ie aan. Oh, nou, dus we gaan even lekker wat lunchen hier. En dan ga ik daarna weer... Ik heb heel veel trek. Ik heb maar één broodje. Ik heb expres maar één broodje genomen. Jullie niet? Nee. Waarom niet? Nou, papa en mama die willen ook eten. Dus die komen ook saai. Ben ik nou weer de enige die gewoon weer trek heeft? Ja, we nemen een kopje soep. Gezellig. Nou jongens, dan gaan we lekker lunchen. Ik weet trouwens al waarschijnlijk waarom de liften de hele tijd vast zaten. Want kijk, alle liften zijn nu gewoon uitgepakt. Mooi. Uitgepakt. Die werkt niet ook. Hè? Die andere werkt niet. Of is... Nee, ze zijn nu allebei mooi. De andere werkt niet. Die ook niet. Werkt die nu ook niet? Nee, alleen deze. Oh. Maar goed, het is wel chill. Nu zijn allebei de liften mooi. Hebben we allebei een spiegel in de lift. Jongens, ik heb een stukje van de clip. Je voelt het, maar ik voel niets. Dat weet je, maar je krijgt het steeds weer voor elkaar. Dat ik doe. Woe! Ja jongens, ik ben al een tijdje bezig met de clip en ik heb echt al 3 versies gehad en dit is nu de eerste keer dat ik even een versie heb. Ik denk van, dit is het. Oh, maar jongens, dit wordt zo dik. Het wordt zo dik, jongens. Ik heb zoveel zin om het te gaan uitbrengen. En ja, ik zeg het nu elke vlog en ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. En ik heb gewoon heel veel zin om het uit te brengen. Yes! Jongens, ik ben even hyped en dat is goed. Maar het is tijd om te gaan, want het is nu, even kijken, 6 uur. En ik moet om 7:30... in Breda zijn om te gaan voetballen. Dus ik ga de auto in en dan ga ik richting Breda. Let's go. Nou jongens, dit is wel fantastisch. 20 kilometer per uur rijden op de snelweg. Spits, hè? Ja, spits. Moet je nou eens even kijken, joh. Kom ik hier aan? Zijn er vrouwen aan het voetballen? Wat een gekkigheid. Maar goed, we zijn er. Hier zitten ook veel mensen al. Daar aan de overkant ook mensen. Wat een gezelligheid. Wil je wielrenner worden, Glenn? Lekker maat. Oh jongens, het is bij de pest pleuris weer, het regent. Maar dat gaat het niet meer. Want we gaan voetbal. Gewonnen jongens. Hoeveel is het nou uiteindelijk geworden? 6-5. Jongens, 6-5 gewonnen in de laatste seconde, minuut. Maar we hebben gewonnen. Ik ben Enzo Knol. Weet je hoeveel views ik heb? Nee. Ja, mag raden. Deze video? Ja. Ik denk 13.259. Oké, dat is wel serieus wel. Dat kan. Leuk hè, we krijgen gewoon een bloemetje omdat we hebben gewonnen. Wat top. Koen, foto. Foto. Hey. Maak foto. Jij wel. Wat heb jij een mooie, jij hebt een nieuwe 1-serie, hè? Jij hebt een mooie Digital Dash en zo. Volgens mij is die nu een jaartje oud. Ja, maar ik heb dat. Jij hebt wel het nieuwe model. Ik vind die echt veel mooi. Wil je ruilen? Veel specialer. Gaan we ruilen voor een dag? Voor een dag? Of een nacht? Mofkontje, hè? <hey. laughs> Ik lig heerlijk in mijn bed en ik ben helemaal kapot. Ik moet trouwens niet hard schreeuwen. Het is momenteel hier, kijk. Het is momenteel 2:15. Maar ik ben nog eventjes bezig, want morgen heb ik een afspraak met mijn accountant. En dan moet ik
ja, belasting betalen, zoals iedereen. Alleen, ik moest daarvoor nog eventjes wat dingetjes regelen. Zoals kosten en allemaal reisschema's. Of zeg maar gewoon reiskosten en dat soort dingen. Dus ik ga dat even doen. En dan zie ik jullie over een paar uurtjes weer. Want ik moet om 8 uur op. Ik heb al 9 uur afgesproken in Haarlem. En voor mij is dat fucking vroeg. Dus ja. Ik zie jullie morgen. Of straks al. Een hele goede morgen. Ik zit alweer in de auto. Het is nu 8:30 en ik ben onderweg naar Haarlem. Zo jongens, het is echt een tijdje geleden dat ik zo vroeg op was. Kijk, meestal ben ik pas om 10 uur mijn bed uit of zo 10:30. Want ja, ik mag gewoon zelf bepalen wanneer ik mijn bed uitkom. Gelukkig, ben ik heel blij mee. Maar het is nu 8:30 en sinds lange tijd niet meer zo vroeg op geweest. Maar goed, we gaan richting Haarlem. Dus ik ben gisteren bij die wedstrijd ook op mijn enkel getrapt, hé. Ik loop ook alweer een beetje mank vandaag. Helemaal stijf. Lekker is dat. Ik heb net gesprek gehad met de accountant, jongens. We zijn eruit. Ik ben failliet. Het is klaar. Het is over. Nee, het was gewoon, gewoon een meeting. Gingen we even het over de belastingdienst hebben. Wat ik moet aanleveren aan hem, zodat hij mijn belasting gaat doen. Eigenlijk gewoon heel algemeen. Maar goed, we leven nog. En ik ben helemaal niet failliet. Wat zit je op je telefoon te doen? Zat je op TikTok? Je was aan het leren, hè? Mm-hmm. En wat was jij net aan het doen? Eten. En wat zat jij op je telefoon te doen? Leren. Wim, hey. Wat? Ik kom zo weer even controleren of jij wel echt aan het leren bent, hè? Weet je wat? Als ik jou nog één keer met je telefoon zie, dan leef je maar in. Leef maar in. Nee. Leef maar in. Nee. Ik leg hem wel even in de woonkamer voor je. Nee, zo, ik ben bijna klaar, maar ik moet ook bijna weg. Oké. Okay. Moet je even je shirt vegen? Ja, dit was echt. Dit was de druppel. Dit was de druppel. Hé, hey, kijk eens eventjes wie daarin. Stap eens even maar in. Nee, niet open doen. Dit was ik niet. Dit was ik niet. Oei. Oké. Dit was ik. Ik deed hem open. Hé, hey, El, ben je nog steeds boos? Ben je nou echt nog steeds boos? Ja. Ik heb een tas mee. Schat, ze betekende niks voor me. Het was maar voor een videoclip. Dat zeggen ze allemaal. Mensen in de reactie zeiden ook eerst van, hè? Heb je nou een relatie met Ella? Ja, dat zag ik ook. Maar ja, dat is zo jongens. Ella en ik die hebben een relatie. Ja, maar nu dus niet meer. Waar gaan we nou heen? Eén. Ja jongens, we gaan even naar één. Want hier in het gebouw heb je dus ook een tuin. Gewoon een tuin, algemene tuin voor iedereen. En ik heb die nog nooit gezien sinds die af is en Ella ook nog niet. Dus we gaan even naar de tuin. Ja. Ik weet eigenlijk niet precies waar het is, maar we gaan het zoeken. We gaan het zoeken. Kijk eens even. Ja. El. Nou. Kijk weer leuk. Is dit iemand zijn tuin? Ja, iemand heeft daar zeg maar gewoon een groter stukje tuin. Ja, maar dit bedoel ik hè? Ja, dit is van iemand. Oh, dat lijkt me echt heel naar. Ja, nou zeg maar als je hier gaat zitten. Ik zou gewoon een grote parasol gaan doen. Ja, maar want zeg maar iedereen nou hierboven kan naar je kijken. Dat. Maar ook stel nou dat iemand hier lekker aan het wandelen is en zo. En jij zit wandelen? Daar wie gaat hier nou wandelen? Je kan één rond. Wij wandelen hier nu toch ook? Ja, maar wij gaan hier even kijken. Denk je dat hier iemand echt gaat wandelen? Maar dat bedoel ik. Gewoon even kijken. En jij zit daar lekker te zonnen in je bikini, in je zwembroek. Ja, maar als dat is hetzelfde dat als je daar zit en al deze appartementen hier. Die kijken ook allemaal op je tuintje neer. Ja. Maar dat zeg ik, je moet gewoon zo'n hoog ding daar neerzetten. Ah ja, die hebben een soort van luifel die er overheen kan doen. Hé, hey, het is wel leuk hè? Leuk tuintje. Ik vraag me dus af, ik vroeg me dat dus wel serieus af. Zou ik hier mogen barbecuen? Ik weet het dus niet. Ik zeg net, laten we hier een keer gaan picknicken, maar jij reageerde niet. Maar waarom zouden we hier gaan picknicken? Nou, niet specifiek hier, maar... Oké, dan daar. Nee, maar als we hier een keer een barbecue neerzetten. Want kijk, op een balkon mogen wij niet barbecuen. Dat mag niet, staat in ons contact. Niet barbecuen, anders word je eruit gezet. Inderdaad, mag dat dan hier wel als je hier bent? Au. Ja, dat weet ik dus niet. Dat zou dus kunnen. Goed contract lezen, misschien mag ik hier weer barbecuen. Goedemorgen. Ik voel me een beetje beroerd, jongens. Ik ben wakker geworden met een volle neus, een volle strot. En ik ben slap. Dus dit is een goed vooruitzicht van de dag. Oh. Nou, we gaan eventjes lekker naar beneden. En we gaan eventjes een broodje halen. En kijken of ik daar van opknap. Wat je? Vroeger zei mijn vader altijd op zondag van, jongens, zondag is een schoonmaakdag. Maar vandaag is het donderdag. Want er wordt schoongemaakt in huis. Moest een keer gebeuren. Ben je lekker de ramen aan het lappen? Ja.
goed, hè? Ja, het was eigenlijk Ella's voorstel om vandaag een schoonmaakdag in te plannen. Ik was er eigenlijk niet echt fan van, maar het is gebeurd. En het is schoon hier in huis. Nou, nu kunnen we weer gaan chillen. El, nu kunnen we weer lekker rustig doen. Hehe. Jongens, nogmaals excuses voor de wat saaiere vlog deze week. Ik heb deze paar dagen gewoon even heel weinig gedaan en dingen gedaan die ik zeg maar niet film. Dus sorry. Morgen ga ik wel iets heel erg leuks doen, want ik ga samen met Jamil, met Leaves en met Noah Zil gaan we naar Walibi voor Fanta. En dan gaan we allemaal hele leuke dingen doen. Dus volgende vlog wordt wel weer een stukje leuker, jongens. Ik beloof het. Ik beloof het. Het is vandaag wel echt fantastisch weer. We waren net eventjes gaan lopen. Ik had mijn camera niet mee. Maar het was echt alsof het gewoon midden zomer is. En toen dacht mevrouw van, hey, ik ga ijsjes kopen. En wat voor ijsjes? Oh mijn god. Weet je nog vroeger op school dat je dit soort ijsjes had? En dan was het zo van, zullen we ruilen? En dan deed je hem zo door de helft en dan wil je ook een roze erbij. Ik wil eigenlijk sinaasappel, maar die was er niet. Ik denk dat deze ijsjes kent iedereen wel. Nee, heb je er twee. Ja, dan ging je ruilen. Zeg je van, ik wil ook een roze. Ja, lachen jongens, lachen. Iedereen wil altijd of de roze of de oranje. Ja, ik weet het eigenlijk niet meer. Hey! Sportbinky! Straks om 6:30 komen er best wel veel mensen hier gezellig. Gaan we hier met z'n allen eten, gaan we lekker een drankje doen en dan gaan we vanavond uit. Ik moet nog een beetje de moed bij elkaar rapen, moet ik zeggen. En ik moet nog een beetje opknappen. Maar dan komt het allemaal wel goed, joh. Komt allemaal wel goed. Ja, jongens, het is opeens hartstikke druk hier in huis, hè. Moet je eens even kijken, allemaal mensen die bier drinken en zo. Zoals Koen. Dit wordt gevaarlijk. Ja, maar wij gaan winnen. Ja, ik ga met Len. Ja. En we gaan tegen Bas en tegen Ru. Kom op! Jongens, bierpomp. Hey, waar is de bal? Dit wordt wat. Kan je hebben, hoor. Ja, gewoon gooi maar eens eerst. Gooi maar eens eerst. Oeh, het eerste shotje is een Limoncello shot, jongens. Len, kom op. Kijk op. Kijk alleen, kom. Nee. Ah, jammer. Het is niet kijken. Ramen. Zo, Potjandori zeg. Ik ben nu de vlog aan het editen en hij is een beetje kort. Ik was hem even net aan het editen, want hij zou eigenlijk vrijdag online komen. Maar vrijdag kon ik gewoon niet editen, dus kon ik hem ook helaas niet online gooien. Vandaar dat hij er nu was. Maar goed, vond je deze video leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreken jullie dinsdag om 6:00 terug bij een nieuwe video. Later!